Ik ben hier dus een geppa. Jongens, ik wil met jou op de foto. Wil je met mij op de foto? Ja. Dan gaan we toch even op de foto. We zijn weer bij, het begint bijna een ritueeltje te worden deze periode, bij de Animal Studios. Want we gaan bij Fox weer een analyse geven over de Afrika Cup. En vandaag is het echt even een beladen wedstrijd, man. Echt, ik zweer het je. Ik wou dat jullie me konden voelen. Want tuurlijk, ik heb vaak geroepen dat ik een Egyptische elftal fan ben. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon half Marokkaans. En vandaag treffen ze elkaar in de kwartfinale. En daar moet ik een analyse over doen. Best lastig, maar ik meen het. Vanuit de grond van mijn hart mogen de beste winnen. Dus dat gaan we ook eventjes doen. Hoe leuk is dat, man? Dan ben je gewoon een rapper, presentator. En dan mag je ook nog gewoon over voetbal praten. Omdat voetbal toch wel mijn tweede liefde is. Drama Kokma werd uiteindelijk tweede op 44 seconden. De Belg Kevin Pauwels pakte een brons. En van de pool was ontroost. Laat me wel even vooropstellen. Ik kwam hier bij Fox natuurlijk als een fanatieke Egyptische elftal fan. Vandaag heel lastig. Vaderland tegen moederland. Dus als Marokko wint, sta ik die hard achter Marokko. Ook voldoende om de halve finale te bereiken. Huge shara naar vaderland Egypte. Ja, ik ga dus mijn vaderland Egypte supporten naar de finale. We gaan nog wel even een tijdje door hier bij Fox dus. Shout-out naar Marokko, mijn moederland. Als hun hadden gewonnen, stond ik sowieso ook achter ze. Prachtige wedstrijd. En nu weer door met de rest van de week. Let's go! Goedemorgen, slapend Nederland. Het is je boy, Yes R. Man, we zijn onderweg vandaag. Dus allereerst naar, zeg ik het goed, Assen? Assen gaan we naar Assen. Eerst Assen en daarna? Dan gaan we naar Enschede. En daarna naar Enschede. En dit allemaal voor opnames van mijn splinternieuwe programma. Op de Avrotros, Go With The Flow. En in Go With The Flow gaan we natuurlijk op zoek naar het nieuwe raptalent. Super vet dat ik dit mag presenteren. Er zitten collega rappers in de jury. Ik ga nog geen namen verklappen, maar toffe namen. Heel veel vette producers gaan meedoen. Dus te gek om dit te mogen doen. We zijn in Assen, we zijn opnames aan het doen voor Go With The Flow. En we hebben weer een kandidaat erbij. Het is Sweaty Boy. Ja man, shout naar Dylan. Shout naar Justin, shout naar Jeremy. En wie nog meer? En waar is die shout-out naar Yes R? Shout-out naar Yes R. Even pauze voor Go With The Flow. We zijn lekker aan het lunchen. Je ziet het, we doen weer gezond. Een heerlijke geitensalade. De hele gang is aan het eten. Eet smakelijk, mensen. Laat het smaken. Serieuze zaken. We zijn bij Poelgeest Kappen. Shout-out naar joh, die man heeft me geblest. We hebben een kleine verandering in de kapsel. De echte kenners zullen het zien. We zijn weer gefresh. Het is vandaag woensdagavond. En ik heb hele toffe meetings vandaag gehad die allemaal te maken hadden met die bommerige tv-programma's die ik aan het presenteren ben, die jullie binnenkort gaan zien. We gaan twee dikke shows doen deze week. Het is echt een en al gekte. Ook hartstikke tof dat we weer een show in België hebben. Zaterdagnacht, heel veel zin in. Wordt super hard. Maar nu, wederom, jullie zien het de laatste tijd veel in mijn vlogs, gaan we weer naar de studio van Fox Sport om een analyse te doen voor de wedstrijd van Egypte, want ze zitten in de halve finale. Nou, je ziet het jongens, hij is er hoor. Poelgeest Kappen. Liever later nooit. Ja, maar shout-out naar Jordi. En we gaan even het haar even doen, even fixen, zodat we even shinen bij Fox. Je ziet het, we zijn bij Fox. En daar zit iemand dus, die mij volgens mij best irritant vindt, want hij had alle voorspellingen fout. Terwijl ik hem wees dat Egypte naar de halve finale zou gaan. Lekker. Goedenavond. Hallo. Sommige mensen kijken echt van, wat doet hij met die camera? Welkom in 2017 mensen, het jaar van vloggen. Het eindresultaat mensen, kijk eens. Shout out naar je boy Jordi, man. Poelgeest, jij flikt het weer op. Wat een kapsel, wat een kapsel. Ja. Nee man, even een shout out aan mijn team man. Jeetje, ik ben nooit alleen als ik aan het werk ben. Altijd omringd met mensen die ik oprecht Team Jesse mag noemen. Jordi die jullie sowieso al een paar keer hebben gezien, mijn vaste kapper. Momo stylist die er altijd zorgt dat we er slikkerik uitzien. En de homeboy Lori. Een van mijn day one mensen. Hier heb ik dus de opstellingen van beide teams. En die ben ik even aan het checken en dan gaan we het straks erover hebben. You know what it is. Dit is je boy!
En we gaan weer vol gas. Jongens, het is één gekke drukke agenda deze week. Maar we gaan knallen, we gaan heel hard zelfs. We gaan nu even een show rocken voor alleen maar vrouwen. Een soort besloten dingetje. We worden opgehaald in een super vette bak. Helemaal vet, de homies Lori gaan mee. DJ Easy. Ik heb er super veel zin in. Behalve dat we fucking 195 kilometer moeten rijden. Maar altijd hard gaan met Omi Jesse. Kijk eens jongens, sexy en flexy. Jongens, ik ga helemaal. Ik was met een paar Russen die. Ik zie ze, een kleine humor momentje hier hoor. Dus mijn homeboy Lori kwam vandaag mee. Maar ik had ook Issy meegevraagd en we hadden zeg maar een appgesprek. Waarin ik zei, yo Issy, kom je mee? Ik zei, oké, tof, whatever. Zeg maar, waar treed je op? Want ik weet dat je altijd ver moet. Ik zeg, nee, dat valt mee. Maar ik ging er omheen lullen. En pas net stapte hij in de auto. En toen zei ik, hey bro, we moeten maar liefst 197 kilometer rijden. We moeten dan zitten. En kijk zijn hoofd. Maar het mooie was, ik zei ook al in die, groen, in die app, zeg maar, zei ik al tegen je van, je draait de hele tijd om de naam van de stad heen, zeg maar. Dus hier zit een geurtje aan. Precies zo zei ik het, waarom niet? Je hebt me weer genakt in ieder geval. Dat sowieso. Maar ik ga het goed maken, want Issy wil naar de Mackie. Dus we brengen hem naar de Mackie. En Pico. Goedenavond thuis. Wees eens lief en ik geef je wat nieuws, maar dat tegenwoordig hier. En reden hier, want Ali mee, mijn neef is hier en jij doet mee. Kom, rode wijn op het terras, 60 graad, vol gas, iedereen zing mee. Oké, dames en heren, het is één gekte hier zo. Okay. We hebben een vlogcamera bij ons. Oké, zit dat, laat je horen! Hey, yo Lorena, maak ze gek, maak ze gek. Wat doe ik voor beroep? Wat? Een geppe. Noem maar hier dus een geppe. Jongen, wil met jou op de foto? Wil je met mij op de foto? Ja. Nou, dan gaan we toch even op de foto. Ivor wordt famous vandaag. Ze gaan ook met jou op de foto. Oh, people. Ik ga niet tegen jullie liegen. Dit was een terrorweek, man. Het is niet erg om een keer 7 dagen in de week te werken, maar als je dat fucking 3 of 4 weken achter elkaar doet, dan denk je wel, hé, die ene rustdag is belangrijk. Maar goed, we mogen niet zeuren. Ik heb fucking de leukste baan van de hele wereld. Ik mag een beetje optreden, leuke televisieprogramma's maken, dus niet zeuren en vol gas gaan. Ik ga nu wel even een paar uurtjes pitten. En daarna komt de gang en dan gaan we vandaag optreden. High Street 2.0 Full Moon in Hoogstraten, België. Zo, dat is nog eens informatie. Altijd leuk om de Belgische fans op te zoeken. Ik heb vandaag een nieuwe waggie gekocht voor mijn voeten. Dan denk je, waar heb je het over? Hele vette patas, man. Deze moet ik even met jullie delen. Kijk eens. Kabang. Zijn lovely, hè? Woe! Ja, man. Dus, misschien dat ik ze vanavond al aandoe. Maar mijn ervaring met dit soort schoenen is, de eerste dag ben je er echt blij mee. Probeer ze nog clean te houden. En als je ermee optreedt, heb je altijd mensen die erop gaan staan. En de volgende dag zijn ze gewoon zwart in plaats van rood. We gaan dus de vette show geven in België. Wordt heel vet. Ik hoop heel veel Belgische fans tegen te komen. Natuurlijk gaat de vlogcamera mee. Yo, what's up? We zitten hier in de tourauto. We zijn net aangekomen in België. Hoogstraten, Full Moon. Dat is het eigenlijk. Ik ben met de hele gang. Mijn DJ van vandaag is DJ Nicky. Nee, het is geen DJ Nicky, hè? Jawel, DJ Nicky Rijkers. Het is nu weer Nicky Rijkers. Nicky Rijkers. Je hebt toch een bijnaam? Wat dan? Morera of zo, Ferreira. Vleermuis bedoel je, of niet? Nee. Je had toch een, je had toch een DJ naam? Nicky Rijkers. Dat is het? Ja. Oké, nou ja. DJ Nicky Rijkers op de strijkers. We gaan helemaal los. Wordt gezellig. België, allee! Backstage live, we zijn in België. Super vette club, het schijnt helemaal vol te zitten hier zo. En we hebben 3 diehard fans die zijn komen kijken. Stel je even voor, dames. Hoi. Hoi, heet je Hoi? Ja, nee, Fleur. Fleur, en dit is? SW.
En Bo. Nou, en ze komen naar een Yes Air Show. Dat ruimt op Bo. Hartstikke leuk. Het wordt helemaal gezellig. We gaan er een vette show van maken. Shout out aan deze mannen. Die gaan ook even draaien. Wie is de DJ? Alejandro. Oké, het is zover. Mike in mijn hand. Publiek is ready. Het is bomvol. Hartstikke gezellig. We gaan er een dikke vette show van maken. Let's go! Als ik vraag op zaken, ik koop een Flow's Magic. Zonder hits, magic. Waar is het feestje? Fantastisch, jullie hebben de beelden gezien. Shout out aan Nicky Boy. Woehoe. Ja man, vond je de show tof? Ja, super. Yesser, dit is je boy, Yesser. Ja man, helemaal gezellig. Liefde voor België, super vet. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze brand new vlog. Abonneer, duimpje omhoog, het is je boy Yesser. En we gaan weer terug naar Nederland.